zitten editen. En ik loop redelijk op schema, dus dat is chill. Ik wil ook even sporten, dus dat ga ik denk ik nu doen. Dat denk ik niet, dat ga ik doen. Ik merk echt dat het mij helpt om regelmatig naar de sportschool te gaan wanneer ik een soort vaste dagen heb waarop ik sport. In principe kan ik natuurlijk naar de sportschool gaan wanneer ik wil. Maar ik heb nu een beetje zo'n schema dat ik vaak 1 dag in het weekend ga. Maandag, want dan werk ik niet op kantoor. En dan ga ik vaak woensdag, omdat ik dan nog maar een half dag werk. Dus dan kan ik 's middags mooi naar de sportschool. Ik merk dat dat wel werkt of zo. Ik heb nu niet per se zin, maar ik weet dat ik achteraf wel blij ga zijn. Het begint de lente, hè? Het is 8 graden en het regent. Als ik thuis kom, even een beetje opruimen. Waterfles vergeten. Voordat ik ga douchen, moet ik echt even wat eten. Ik had dus gisteren zelf pita's gemaakt met groenteswarma. En dit is zo lekker. En er is dus nog eentje over. Nou, je kan me echt niet blijer maken op dit moment. Echt zin in. Het was nog iets meer vulling dan ik dacht. Ja, dit dichtvouwen gaat sowieso niet lukken. Ik zet wel even een linkje in de beschrijving naar een video waarin ik dit ook een keertje heb gemaakt. Ik merk dat ik een beetje kriegelig ben. Ik ga eventjes een beetje opruimen, een beetje schoonmaken. Jan die was een paar weken geleden jarig en toen heb ik voor zijn verjaardag gegeven dat we naar de Efteling gaan. Dus dat gaan we dit weekend doen. Wat hij echter niet weet is dat ik ook heb gevraagd aan een aantal vrienden van hem, van ons, of zij die dag ook willen komen. Dus daar moet ik deze week nog eventjes een beetje een plan voor bedenken hoe en wat. Maar oh, ik heb er echt zoveel zin in. Ik hoop echt dat hij het leuk gaat vinden. Ik bedoel, het lijkt me wel. En het zijn ook allemaal mensen die we allebei al kennen eigenlijk sinds de middelbare school. Dus het is eigenlijk weer een beetje een soort schoolreisje zoals vroeger. Kijk, dat zou ik niet zeggen, maar vandaag is de eerste dag van de lente. Ik merk dat alles in mij, nou ja, zoals ik net ook al deed, gewoon alles moet even weer opgeruimd en even weer fris en eventjes weer een nieuw leven, zeg maar. Ik heb zin om ook even de lente een beetje in huis te halen. Dit stuk van de video is in samenwerking met Decennio. Alle posters die je in mijn huis ziet zijn allemaal van Decennio op eentje na, volgens mij. Het leuke aan posters vind ik gewoon dat het een relatief makkelijke en betaalbare manier is om je huis even weer een andere look te geven. Een andere uitstraling, een ander gevoel. Dus ik ga eventjes onze posters verwisselen om in ieder geval in huis weer een beetje een lentesfeertje te krijgen. Ik was echt al enorm fan van die. En nu heb ik dus die twee er nog bij. Het leek mij dus wel leuk om op deze muur ook wat dingen te hangen. En dat wilde ik al een tijdje. Of ik wilde die muur een kleur geven of zo. Nee, dit is een huurhuis. En volgens mij als we iets een kleur geven, dan moeten we het uiteindelijk ook weer wit schilderen. Dus iets aan de muur hangen is veel makkelijker. Oké, dit is de eerste combi die ik in mijn hoofd heb. En dit is de tweede combi. Ik denk dat ik dit wat mooier vind, omdat dat roze dan in beide terugkomt. Ja.
uiteraard heb ik ook een kortingscode voor je. Met de kortingscode V04 krijg je een flinke korting. De code geldt tot en met zondag 9 april. Hij geldt niet op de gepersonaliseerde posters en canvas, maar wel op alle andere producten. Je vindt onder deze video een linkje naar de website van Decennio. Ik wil Decennio heel erg bedanken voor het samenwerken. En jij veel plezier met het kijken naar de rest van deze video. Vandaag is eigenlijk niet zo'n spannende dag. Ik heb vanochtend een halve dag gewerkt. En ik ga vanmiddag mijn video afmaken voor morgen. Dat doe ik meestal op dinsdag. Als ik nog tijd over heb, dan ga ik vast een video die ik hopelijk morgen ga beginnen te filmen uitwerken. En ik denk dat ik dit toch iets te druk vind hier. Even wat wisselen. Maar ik weet nog niet wat. Dus dat moet ik wel even over nadenken. Ik ben vandaag echt helemaal met goede benen naar bed gestapt. Ik heb geen idee waar het aan ligt. Maar dat is chill. Ik heb heel de ochtend gewerkt. Ik ga nu even snel lunchen. Dan ga ik denk sporten. En dan ga ik een video filmen voor die je al gezien hebt zodra deze video online staat. Ik moet nog wat mails beantwoorden. Ik heb een paar dagen geleden bonenburgers gemaakt. Er was nog best wel wat over. Dat is heel chill, want dit is het enige broodje dat er nog in huis is. Er is ook geen brood of zo. Dus ik eet dan zo'n broodje en dan doe ik op beide een beetje bonenburger. En dan heb ik best een vullende lunch. In mijn vorige weekvlog had ik gevraagd of jullie nog tips hadden voor een leuke serie. Ik ben uiteindelijk gegaan voor Love Island, de Nederlandse versie. Ik vind het tot nu toe oké. Alleen ik kan dit programma slecht kijken wanneer ik niet iets anders aan het doen ben. Dus ik kijk het echt gewoon bij als ik aan het sporten ben of aan het lunchen of zo. Ik denk dat ik niet heel lang ga, maar gewoon even een half uurtje, drie kwartier of zo. Ik had maandag iets gedaan in de sportschool waar ik echt gisteren zieke last van had in mijn rug. Ik weet niet precies wat, maar er was iets niet helemaal goed gegaan. Oh, trouwens, ik heb uiteindelijk toch de posters nog even gewisseld naar dit. Dit is iets minder opvallend. Het is wel erg roze. Ik hou ervan. Visvervangers zit wel degelijk een lucht. Ik heb vandaag heel dag gewerkt. Ik ben nu even een rijstwafel aan het eten. Ik denk dat ik gewoon even lekker nog een uurtje een serie ga kijken. En dan mijn bed in duik. Mijn vorige week vlog, toen was ik volgens mij best wel een beetje gestrest en zo. En ik moet zeggen, afgelopen dagen zit ik echt zo lekker in mijn vel. Ben ik weer zo blij. Dus als je gewoon soms even niet zo lekker gaat, weet dat het een week later, twee weken later, een maand later alweer helemaal anders kan zijn en voelen en zo. Morgen moet ik ook werken. Ik heb er gewoon zin in. Dat vind ik zo leuk, dat ik blij ben met werk. Dat ik doe. Zoals vandaag heb ik voor werk een beetje door de stad gefietst. Ik moest wat dingen ophalen. Toen naar verschillende locaties van verschillende bedrijven om daar foto's te maken. Kwam ik weer op kantoor. Heb ik die foto's geëdit. Ingepland voor social media. Ik vind dat zo leuk dat dat mijn werk is. Echt. Gewoon echt mijn hobby, maar dan als werk.
Hallo. Het is weekend. Ik vind het zo chill. Tenminste vind ik het chill. Ja, ik denk dat ik het wel chill vind dat nu ik ook weer deels in loondienst werk. Dat je weer een beetje wat meer structuur in je week hebt. Waardoor zaterdag en zondag ook weer echt iets is waar je dan naar uitkijkt. Anyway, ik ben echt zo gaar. Dat is niet normaal. En ik ga even eten maken. En ik denk dat we iets heel makkelijks gaan eten. Ik denk dat ik een tzatziki ga maken. Soort van achtig. En ik heb nog gyros. Mijn hele avond is echt weer heel spannend. De zus van Jan die slaapt hier vanavond. Even een bed voor haar aan het maken. Er was dus vanavond nog een vaag plan om met wat vrienden ergens heen te gaan. Tot 9:30 dacht ik nog van oké, ik ga gewoon. Weet je, dan ga ik gewoon een uurtje. Ben ik rond 10:00, 11:30 thuis. Prima, ga ik dan slapen. Maar toen werd het allemaal later. Uiteindelijk ging iedereen pas rond 10:00 de deur uit. En ik dacht, wie hou ik voor de gek? En toch voelde het dan ergens stom dat ik het gewoon niet even heb geprobeerd. Maar al die keren dat ik dan toch wel ga, terwijl ik eigenlijk al niet echt zin heb en liever in bed wil liggen, heb ik eigenlijk altijd spijt dat ik überhaupt ben gegaan. Omdat ik dan al wist dat ik liever in bed zou liggen. En ik ga gewoon lekker slapen. En ik moet zeggen dat ik daar ook wel echt heel erg veel zin in heb. Ik moet even de stad in, want morgen gaan we dus naar de Efteling. En het wordt zijweer, dat is niet normaal. Dus ik ga eventjes voor iedereen, denk ik, van die regenponcho's halen, als ik die kan vinden. Het voordeel is wel dat als het nou heel hard regent, dat het misschien ook rustig is. Maar goed, ik had liever met zon in de Efteling gelopen, denk ik. Ik hou echt niet van naar open terreinen gaan in het weekend. Zo'n chaos. Maar goed, ik snap dat iedereen een vrije dag heeft en het leuk vindt om dan wat leuks te doen. Maar ik denk dat ik ook nog even snel langs Kluts ga. Want die gaat morgen ook mee. Dan kunnen we heel snel, als het misschien niet heel druk is, even nog een spoedoverlegje doen. Hoe en wat precies het plan is. Ik had echt zin in chocola. Ik weet niet wat ik heb vandaag. Ik ben heel moe. Het is 3:00 en ik wilde eigenlijk een heel groot deel van de video gaan editen. Maar ik ben nog steeds niet begonnen en de dag gaat best wel snel. Deze heb ik ook zeker niet besteld. Ik ben nu snel naar wc. Onze vrienden die zijn in de rij, maar ze mogen ons pas daarna zien. Dus ik ben nu even in de naar de zee een beetje tijd. Ja, even hier kijken.